Dus ik heb net een foto geüpload wat je wel allemaal nodig hebben, maar wat gaan we vanavond maken, Con? Nou, ja, weet je, ik ben gewoon geen sojabakker. Ik pak gewoon potten en het is gewoon een mix van. Eigenlijk durf ik het niet te zeggen. Maar dit is het dus. Dat is echt lekker. Korma. En dan doe ik ananasstukjes erin. En dan doe ik chicken tonight. 2 stuks van curry. En dan doe ik coco cream erin. Mag gewoon een klein blikje zijn, dus ik neem niet alles. Lassie toverrijst en dan doe ik cashewnoten en deze groene curry. En dan doe ik kipfilet, heb ik gebakken. En dan heb ik al eerst gebakken in de Croma een beetje. En dan daarna heb ik al een pakje groene curry erin gedaan. Ja. En dat doe ik dadelijk in deze pan met al die sausjes erbij. En dan heb je kip curry. Alacornis power, heel makkelijk. Ja, ik krijg natuurlijk heel veel vragen. Ik moet gewoon echt om lachen, want ik ben zo'n simpele koker, geloof me. Je ziet het, met de potten en ik gooi alles bij elkaar. En ja, nou ja, dat vind ik het lekker. En ik vind het heel vervelend als mensen me gaan corrigeren. Van, ja, dan moet je de verse currysaus maken. Nee, zo kook ik. En dit is het. En het is heel erg lekker altijd. Ik ben echt een smaakmaker. Dus vraag ook die pan. Dat heb ik gewoon zelf verzonnen. Dit is deze pan, die heet Resto en die heb ik zeker al 15 jaar. En dat is een aspergepan, maar ik doe de spaghetti in, ik doe de rijst in, ik doe er alles in. Ik vind het geweldig, want je haalt het namelijk, dan hoef je niet het hete water zo naar je toe te doen om het zo af te gieten. Maar dan pak je het zo, haal je het eruit en dan doe je zo, dan loopt het water eruit, gooi je dit en kun je hem zo weer erin hangen. Dat is geweldig. Ik doe natuurlijk weer mijn bouillon. Even in de pan. Een beetje warm water. Eigenlijk ja, ik heb net gewoon hoeveel schepjes moeten erin. Maar ik ben geen vrouw van schepjes. Ik doe gewoon uit de hand, uit mijn hoofd. Ik kijk even of er water in zit. En dat proef ik. En als ze zegt, nou vind ik niet zout genoeg, dan doe ik nog een beetje erbij. Zo. Ja. En daar gaat de rijst in. Dat ga ik eerst laten koken. Eerst de rijst erin. 8 minuten. Koken, afgieten, kwartiertje laten staan, rijst klaar. En ga nou alsjeblieft niet zeggen dat er ook andere rijst is, dat weet ik allemaal. Maar het is niet mijn ding gewoon. Ik wil gewoon makkelijk koken, lekker koken, niet voor de lijn koken en that's it. En misschien vinden mensen het daarom wel heel leuk, want geloof me, ik kan heel veel leren van Sonja Bakker en jullie allemaal. Want ik denk dat dit zo anti-Sonja is, zo'n keer. Ik heb dus voor allemaal 2 ons kipfilet gehaald. Dat heb ik klein gesneden. Dat heb ik gebakken. In een klein beetje Croma. Ja, sorry jongens. Ik was iets te laat met filmen. Want Con was al begonnen. Want ik verwaarloosde. Nou, dat is heel simpel. Dat kan iedereen. En dan heb ik zo'n pakje groene curry van Conimex erbij gedaan. Om het op smaak te maken. En dan ga ik de fantastische currysaus maken. Geweldig. Geweldig. Kijk. Ik ga het laten zien. 2 potten. Oh, wat erg, hè? Ze gaan we dood. Maar jullie wilden het zo graag zien dat ik het daar wil doen, natuurlijk. Rijst. En als die kookt, 8 minuten laten koken. En dan uitzetten. Afgieten. 15 minuten laten staan. Heb je droge rijst. Dat is 1. Deze moet ik even openmaken. Nou, daar gaan we. Ja, jullie gaan echt gieren. Hier, dit gaat in de pan. Zo, lekker chicken tonight. Dus we eten chicken tonight. Maar het is gewoon een mengeling van, per ongeluk. En daardoor is hij zo lekker. Oh, ik vind het al lekker ruiken. Doe ik deze erin? Helemaal. Kijk. Nou, zo kook ik. Hoe makkelijk. En iedereen altijd zeggen, die Corny die kan koken. Ja, zonder pannen. Van woede. Nou, deze doe ik eventjes, de meeste sap haal ik er eigenlijk af. Deze doe ik gewoon eventjes in een vergiet. Zo, dat het meeste eruit is. Het is echt lekker. Ik vind het geweldig. Nou, die gaat hierin. Hop, ook erin. Nou, dat is geweldig. Klaar. Nou, die moet even koken. Hop. Eigenlijk is dat een kunst aan, hè? Ga je warm maken.
ziet er al lekker uit. Dan doe je deze erbij. Hop. Pies toch in de broek, hè? Zo makkelijk als Connie dit kan. Gewoon bij Albert Heijn gehaald dus. Oké, die doe je er doorheen. Lekker kokos. Ik ben dol op kokos. En gewoon een beetje op gevoel, toch? Het ja, is niet, nou, bijna gaat heel pak in. Nou, ik doe eigenlijk alles erin. Maar je kan ook één blikje erin doen. Maar ik ben dol op kokos. Vind ik gewoon lekker. Zo. Oké. Nou, mag ook één blikje zijn. Ik hoorde mensen alweer denken hoor, is niet goed voor de lijn. Nee, niet goed voor de lijn. Dus hebben we meer Connie. Zo. Heel klein beetje. Dit stukje is echt genoeg. Want het is best wel heel pittig. Oké. En de cashewnoten, die doe je er doorheen. Heerlijk. Gewoon gezouten, ja, gezouten. Ook slecht voor de gezondheid, ik weet het. Maar doe toch. Nou, dat is geweldig dit. Mag je zo proeven. En dan komt Ricky weer. Het is jammer dat jullie geen geur-tv hebben. Oh, dan gaan we weer. Lekker. Vind ik lekker. Weet je wat dit is? Hersenvoer. Kijk maar, dit is de vorm van een hersen. Daar moeten we er veel meer van eten. Dit gerecht eigenlijk heet... Vertel. Niet alleen maar kip curry. En een beetje van het dit, en een beetje van het dat, en een beetje van het zus, en een beetje van het zo. Lekker is afgegaan. Ja, nee, luister. Kijk, anders onthoud ik het niet. Dus ik zet nu mijn wekkertje op mijn telefoontje. 8 minuten. Even kijken, hoe laat is het? 8:35. Hoeveel minuten moet hij koken? 8 minuten. Dus als daar het pingeltje gaat, doe ik hem daar. En dan kun je een kwartiertje gaan zitten. Ja, jongens, dan is het klaar. Makkelijk. Heerlijk. Maar Con, het is wel allemaal leuk, maar... Kijk hoe groot die pan is. Waarom maak je zoveel van alles? Zou ik je dat zeggen? Er zijn 2 vrouwtjes op leeftijd. Ik heb het niet over mezelf. Nee, die koken niet. En dan doe ik dadelijk hier rijst in, een halfje. En dan doe ik ook een kip curry in. En dan doe ik dat dekseltje erop als het af is gekoeld. En dan brengt het even langs en dan kunnen ze het morgen zo opwarmen. Ah. Kind doet er wat. Ja, dan giet ik het water af. Zet ik hem weer terug. Deksel erop, lekkertje, kwartiertje en dan weer heerlijk eten. Nou, kan niet wachten.